Lieve vrienden, ik neem jullie even mee naar buiten. En ik heb Karin weer aan de telefoon. Die neem ik ook mee, als het allemaal lukken wil. Het zou eens kunnen. Dus je weet het, hè, aan bellen. Ja, en hondje gaat mee. Zo. En daar zit er een ander. Een rode rakker. Hé, kerel? Ja. Oh, ga eens even fietsen stelen. Hé, neem je die maar mee, die daar staat. Daar staat er een, achter de containers. Neem je die mee, zit je die maar bij, weet ik voor wanneer. Ja, weg. Zo, ja, hallo, gaat u met de neus voor die camera? Ga even weg. Zo. Even de bol neerleggen. Nou, dan moet ik even zien. Dan krijg ik hem een heel eind los. Maar ik heb de kracht niet op het laatste stukje. Ik geloof dat ik een dingetje moet pakken uit de schoen. Oh.
Ja, lieve vrienden, nou, ik ben heel druk bezig geweest, maar wat denk je? De bout heb ik trouwens allemaal los, maar dat kan je van binnenuit niet zien. Mijn man die heeft er ook onderin een borgpen gezet. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien überhaupt. Maar onderin zit er een borgpen en die heb ik wel los weten te krijgen, maar er niet uit. Inmiddels zit er ook natuurlijk een pen. Nou, daar behoort hij op te kunnen draaien. Maar ik heb ook hulp ingeschakeld van die man met die telefoonnummer, wat ik al eerder zei. Die heeft net weten te bereiken en die komt om 6:30. Dus, op hoop van zegen, komt mijn vlaghamer vandaag nog in orde. Daar ben ik blij mee. Mag hij me ook voordoen hoe hij dat weer doet met die vlag. Want die andere man die heeft het ervoor gedaan, maar dat was met knopen. Ik hoef nou niet met knopen te werken, maar met van die dingetjes. Ik weet niet of jullie dat zo zien, maar dat zal haast wel. Aan de ene kant zit hij eigenlijk al vast. Dat hebben ze in de winkel gedaan. Dus ja, ik hoop dat het nou allemaal goed gaat komen. Zo ja. Natuurlijk laat ik het jullie even zien. Maar dan ben ik in ieder geval blij en gelukkig ermee. En dan doen we het opnieuw voor mijn liefhebbende mensen die daar al boven in de hemel zijn.
die Fries afkomstig zijn, zoals mijn huid, mijn pleegbroer en ja, mijn Beppe, mijn paken. Ja, die zijn me allemaal voorgegaan en zelf ben ik gewoon een normale Nederlandse. Ik woon in Den Helder, ik ben hier geboren. Maar mijn stiefvader, dat was dus een echte ras, echte Fries. En die was helaas meer vader voor mij dan dat mijn eigen vader ooit geweest is. Ik draag ook zijn naam van mijn stiefvader. Dat heb ik toen destijds aangevraagd bij toen destijds nog koningin Beatrix. En dat is toen allemaal goedgekeurd, dus ja, top, geweldig allemaal. En ik ben mijn vader, want het is mijn vader Mihaly, ben ik ook zeer dankbaar voor alles wat hij voor mij gedaan heeft in mijn leven. Ja. En ik ga nu weer spuiten, want ik krijg last van mijn armen. Die zijn al wat verzuurd, dus ik moet rusten. En ik ga mijn koffie drinken. Dat ik zeg, tot straks! Ja, en de hulp is er. Hij wil ik niet gevlogd worden met zijn benen, zijn handen mogen wel, dus ja. Even de sleutel pakken. Want er moet gereedschap komen. Dat lukt je zo niet, jong. Er moet wel gereedschap bij. En dat vinden we in de schuur. En wat moet je hebben? Een hamer of weet ik veel wat? Een hamertje. Nou, die hebben we hier. Ik zal eerst die poten eventjes. Een hamer. Alsjeblieft, hier hebben we een hamer. Hij moet even op zijn zolder hangen, hè? Ja. Kijk mensen, die borgpen bedoelde ik nou. Die kreeg ik er dus niet uit, het was me te laag. En deze meneer die zit al op de knieën. Ja. Ja, en de rest heeft mijn mannetje goed gedaan. Want dat is om en om. Kijk, dat bedoel ik. Oh, ik vind het zo eng. Is dat iets zwaar? Nee, want dat moet ik ook kunnen. Dat moet ik ook kunnen. Zo, nou dan legt hij. Over de moestuin heen. Over Lafgarde. Ja, ja. Ja, dat heeft mijn vriendin gedaan, hè. Want mijn vriendin die heeft gisteren geholpen om de vlag eraf te halen. Gisteravond. En toen konden we er beide niet bij. Omdat het koord te kort was. Zoals je ziet. Toen is ze wezen springen om die koord te pakken. Lukte niet. Ik zeg, schat, ik zeg, daar staat een krukkie. Ik zeg, jij kan erop staan. Ik zeg, dan kan je er misschien net wel bij. Dus zij heeft dat krukkie gepakt. En heeft dat hier ook, dat touw aangeknoopt. Zodat het vast kon gemaakt worden aan de kik. Ja. Ja, omdat het eigenlijk te kort was. Ja. En dan moet het op zo'n manier dat ik op een makkelijke manier die vlag op kan hijsen en binnen kan halen. Ik heb gisteren zelfs de politie nog gebeld. Ik zeg, hoe zit het met het vlag ophangen en binnenhalen? Ik zeg, mag een Fries, want ik had een Friese vlag hangen. Want, omdat ik dus veel met Friesland heb. En toen... kijk, waar ligt het allemaal? Alles aan het kluwen. Dus ze zegt dat mag je rustig laten hangen hoor. Ze zegt dat maakt niet zoveel uit. Ik zeg ja, maar wettelijk. Ik zeg dat is toch strafbaar. Ze zegt ja, eigenlijk wel. Ze zegt maar wij letten daar niet zo op. Ze zegt want het is namelijk zo. Ze zegt ik ben politie. Ze zegt maar zelfs ik vergeet de vlag wel eens binnen te halen. Dus daar hoeft u niet zo nauw op te letten hoor. Zeg, nou, dan weet ik dat. Ik zeg, want ja, ook ik ben maar een mens. Ook ik kan het vergeten. Ik
zeg, maar ja, ik zit wel in de buurtpreventie, ik zeg, en dan behoor je wel het goede voorbeeld te geven. Ja, toch? Ja. Nou, daar zit hij weer vast. Keurig, netjes. Kun jij ook zo'n mooie knoop maken dat je niet twee van die losse enden aan de onderkant hoort? Dat kan ik wel, ja. Ja? Dat zou ideaal wezen. Want anders zit dat met de schommelen in. Ja, ik zag dat vannacht op internet, op YouTube. Dat denk ik wil weten hoe ze dat doen. En er was een man die lag zo mooi. Een knoop erin. Op een hele mooie manier. Ja, dat strak komen, dan komt het straks weer. Kijk. Wow, weer omhoog. Ja. Met genoeg touw erbij. Dus die borgpijn moet er wel iedere keer in. Dat hoeft niet volgens mij. Dacht ik ook niet, nee. Enkel die plankjes moeten ervoor en dan moet ik de spullen van binnen even halen. Ja, die houden maar alvast. Ja. Ja, mijn man die was bang dat de mast zelf op de bodem zou komen. Want hij zei, dat moet ook niet. Ik zei, nee schat, ik zei, want die zit er al in waar die op draait. Dus die pen hoeft er dan niet eens niet in, naar mijn idee. Voor mij ook niet, Thijs. Valt gewoon vast. Niet dan. Kijk, dat heb ik allemaal binnenleggen, maar die kennen dat van mij wel uit. Dus hou hem uit hoor, anders zit ik. Als ik hem moet schoonmaken, dan zet ik hem mee. Nou, lieve vrienden, als de slag hangt, laat ik het jullie zien. Doe jullie nou even uit. Ja. Doe jullie lopie. Kom dan. Kereltje. Hé, hey, judokus. Kereltje. Lekker, hè? Ja, lieve vrienden, ik ben weer blij. De mast die staat weer, zoals het behoort. De onderste borgpen, die hebben we eruit gelaten. Dat is totaal niet nodig. Dus ja, dat moeten we even zien te dichten, maar dat komt wel. En voilà. Keurig netjes. Enkel, het was een beetje te veel, maar dat maakt niet uit. En wat heeft hij ook gedaan? En dat is wel een steentje. Wat hij ook gedaan heeft, dat is de koord om de vlaggenmast heen gewikkeld. En dan heet dat lawaai niet, dat klepperen van wat hij dan doet. En wat hangt er? De vlag. Ja, hij wappert niet, hij wiebelt wat. Ja, het beweegt. Haha. En dat is alles. Maar ik ben er blij mee. En zodra die helemaal uit is, zal ik het ook uiteraard een keer laten zien. Ik laat hem lekker hangen. Hij hangt er goed. Ja, toch of niet dan? Zo, dan gaan we weer naar binnen. Want ik ben echt moe. Ik heb geen benen meer over. Ik wil zitten. En kijk eens. Ik zal jullie nog wat laten zien. Ik denk, ja, de ramenwasser moet ook weer komen. Maar dat is pas in mei helaas. Maar daar ligt er een prins heerlijk te slapen. Zo lief. Ja, en er wil er een erin. Dat zullen we eerst maar doen. Zo. En dan gaan we naar binnen. Oh, dat is zo fijn. Zo. En dan gaan we dat ding even overzetten. En daar ligt er een. Die is ook lief. Hè? Ja hoor, jij bent ook lief. Hé, jij bent ook lieve kerel. Jij bent ook lief, hè man. Ja hè, ja, je ziet er niet uit. Hé, tante Chrisje gaat jou wassen, hè, tweede paarsdag. Ja, ga je onder de douche. Met tante Chrisje, ja. Ga je onder de douche. Dat, ik ga de televisie even overzetten, lieve vrienden. En ik zal zien dat de vlog... op de computer komt
En die vlog die zal niet uit één bestaan, maar meerdere delen. Ja, want ik heb jullie nog meegenomen met de GoPro. En thuis bezig geweest, met die vlag bezig geweest. Dus het wordt een te lange vlog om die in ene te doen. Dus ja, het is vandaag en morgen. Oftewel de dag erop, wanneer deze geplaatst wordt. En dat is halverwege april erg, weet ik veel waar. Ik geloof ergens dus 5e of de 6e, zoiets. Dus ja, ik ken ook misschien de 7e of de 8e wezen, ik weet het niet. En ik ga het licht aan doen. Ja, en deze sluit ik bij deze af. En ik zeg een fijne avond. Voor later welterusten. Lekker slapen. Mooie dromen. Gezond weer op. God zegen. En degene die naar de kerk toe gaat. Een hele mooie, bijzondere, warme, liefdevolle kerkdienst. Toegewenst met z'n allen. En tot morgenmiddag maar weer. Doei doei!